hebben een handleiding geschreven voor woningcorporaties, hoe zij samen met de inwoners de buitenruimte van de woningcorporaties kunnen vergroenen en verduurzamen. Door de samenwerking van de woningcorporaties en de bewoners, die dan samen aan het groen werken, verbeteren ze de leefomgeving en de sociale cohesie. Zo krijgen ze een prettigere leefomgeving en een gezondere leefomgeving. Je merkt dat sociale huurwoningwijken vaak wijken zijn waar mensen weinig contact hebben met elkaar, vaak veel problematiek plaatsvindt. En wij willen met dit handboek ervoor zorgen dat woningcorporaties samen bewoners de boel vergroenen om sociale huurwoningwijken leefbaarder te maken en gezonder te maken voor mensen om in te wonen.